Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we Brawlstars spelen. Gisteren hebben we Frank gepusht naar rang 20. En vandaag gaan we een beetje met Bibi spelen. Het boeit eigenlijk niet met welke knokker. We gaan er dan maar direct in vliegen. Like de video. Als jij ook vindt dat het vandaag moederdag is, dan zie je deze video op een andere dag. Kijk natuurlijk. Ja, dat is vandaag 12 mei, dus het is moederdag. Ik heb gisteren naar de grote finale van het Songfestival gekeken. Proficiat Nemo. Ja, als jij het nog niet had gezien, sorry dat ik spoilde, maar... Ja, zeg. Oké, we hebben een gezicht van Bibi gezegd, wat eigenlijk totaal nutteloos is. En onze gadget, die is ook totaal nutteloos. Oké, wat is de gelijkenis tussen mij en de gadget van Bibi? Ze zijn allebei totaal nutteloos! Bah! Oké, en nu zou je denken van, ja maar Jutta, waarom heb je die gadget dan überhaupt uitgekocht? Heb ik dus niet. Ik heb dat gekregen uit de Starter-drop en ik had toch nog een gadget voor Bibi nodig, dus ja. Oké, we zijn hier al bijna gekild. Maar... Ah, dan komt die gadget toch nog van pas. Ja, maar het helpt wel niet echt goed, hè. Oké, we gaan gewoon hier staan. Totdat er iemand komt. Nee, die Squeak kan mij nog... Ja, kan mij nog killen. Wat irritant is. Yes, we hebben een kill. Ja, oh my god! Die Squeak werd keihard gedamaged door mijn bubbel. Oké, dat is dus door mijn bubbel. Dat is echt dus door mijn bubbel. Waarom zeg ik dat? Door mijn bubblegum, zal ik maar zeggen. Bubblegum, niet bubbel. Waarom zeg ik altijd zulke rare, onlogische dingen? Oké, boeien niet, hè. Ja, we moeten nu naar daar zien te geraken. Niet naar daar, zei ik, denk ik. Nu naar daar bedoel ik dus. Pichu! Ja! Twee gekild met één bubbel. Maar Jutta, stop een keer met bubbel zeggen. Bubblegum. Bel, ja, bel. Nee, bel. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Oké. Wie heb ik aan de lijn? Een dik vet zwijn. Wat zeggen we nu? Dank u, Jutta, dat je ons hebt geholpen met winnen. Graag gedaan. Mijn allerliefste aardappelteam. Aardappelteam. Oké. Yes, we hebben twee quests gecomplete. Ik weet niet waarom ik zo raar doe, maar oké. Kom aan, give me de XP. Ja! Yeah! Ik weet niet waarom ik zo raar schreeuw, maar oké. Hier hebben we één stierdriep. Staat erop eigenlijk, maar ik zeg stierdriep. Ah, ik hoopte nog een mythisch of legendair te krijgen. Ja, natuurlijk, ik krijg dus episch en dan krijg je 200 muntjes. Oké, we gaan een beetje verder spelen met Bibi. Met Bibi? Oké, nee, Bibi. En terwijl schet zich iets doms op een blad. Oké, ik ben gewoon een beetje aan het kleuren. En ik teken een aardappel. Zo. Nee, ik heb een hartje getekend, geen aardappel. We zitten met een Spieken en een Piper. En het andere team zit ook met een Piper. Joepie. Nee, Jutta, nog niet je gadget doen. Je bent nog niet eens damage afgaan. Ik ben gewoon te gewend van wanneer dat de ronde net begint mijn gadget te doen. En daardoor doe ik dat altijd. Pas op, Jutta, die Piper heeft haar gadget gedaan. Oh, ze heeft hem al weg verspild. Allee, ja, niet verspild. Kom maar, healen, 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 healen. Lalala, lalala, lalala. Lali, lali, lali. Hoe kunnen we met Spike zitten en nog verliezen? Nee, dat kan toch niet? En nu zou je denken van, ja, maar Jutta, je bent toch niet verloren? Nee, maar dat zijn we wel aan het doen. Zie, ik heb toch gezegd, we zijn aan het verliezen. Maar we verliezen met deze slechte Spike. Mensen hebben Spike en denken gewoon direct dat ze supergoed zijn, hè? Eigenlijk. Maar echt, ambetante drol! Normale mensen, maar ambetanter ik eigenlijk. Jutta, maar ambetante drol. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan. Shaman, shaman, een Indiaanse shaman. Oké, ik heb iemand kunnen killen, die Colt. Het is hier Colt! Bah! Oké, in Nederland zeggen we hallo. Maar in België zeggen we, je hebt weren. Allee, ja, in West-Vlaanderen. Nee, niet alleen in België. Ja, gewoon in West-Vlaanderen. Niet in heel België. He. Want ja, je hebt dan nog een gedeelte van België van, die Frans spreekt, namelijk Wallonië. En dan heb je ook nog een gedeelte die dan Duits spreekt. Ja, en ook nog, ja, dan heb je nog al die andere provincies die eigenlijk heel West-Vlaams spreken. Maar wel gewoon, ja, Nederlands. Als je snapt wat ik bedoel. En dan heb je ook nog een heel gedeelte waar dat er allemaal Hollanders een feestje zitten bouwen. Ik weet niet, hoe ben ik hierover beginnen spreken? Pichu! Kom aan, waar is mijn gummibal? Waar is mijn flippity floppity gummibal?
Yes, yes, yes. Nee, 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 nee. Oké, okay, misschien wel. We zijn verloren. Oké. Okay. Ik ben het nu al beu om met Bibi te spelen, eigenlijk. Het was eigenlijk mijn doel om haar te pushen, maar oké. Okay. Oh, yes, we hebben weer een quiz te complete. Wat is dat eigenlijk met al die quiz vandaag? Yes, we hebben... Yes! Ik weet niet waarom ik zo'n raar geluid, maar yes! Yes! Yeah! Oké, we gaan stu upgraden, want voor de rest heb ik toch niks te doen. Alleen maar stu upgraden, dat is het enige wat ik te doen heb. En dan gaan we denk ik een keer massief melodie spelen. Ja, dat is... Hoe die skin safe. Oké, okay, we gaan kijken met wat dat we nog allemaal een opdracht hebben. Een opdracht? Waarom zeg ik opdracht? Waarom zeg ik opdracht? Waarom zeg ik opdracht? Oké, okay, we zijn begonnen met de opdracht, zoals ik daar juist zei. Maar oké. En we moeten tegen een biron, een amboe. Ja, amboe, dat is... Ja, ik noem amber altijd amboe. Mensen die gewoon Amber heten, noem ik gewoon Amboe. Ik weet niet waarom. Utah heeft bijna. Byron, Amboe en een dingetje, Belle. Belle. Belle, Belle. Een zomer waar geen eind aan kwam toen jij me in je armen na. Belle. Mijn Belle, Belle. We aten 's avonds op het strand gewoon wat stoekbrood uit jouw hand. Bellen, bellen, bellen. De grote en de kleine beer hielden ons wakker keer op keer. Bellen, bellen. Oké. Okay. Dat is van Dingsje Ghost Rockers. Ben ik echt de ene die ooit Ghost Rockers heeft gekeken? Ik kijk het nog steeds, oké? Okay? Pichu, pichu, irritante Anboe. Oei. Ben ik nu echt doodgegaan door iemand van mijn eigen team? Wat? Ik ben gekild door iemand van mijn eigen team. Die mensen die haar super en ik ga ineens dood. Jammer dat ik geen reply kan doen. Ja, je weet. Ik weet niet hoe dat dan moet, reply. Ja, dat. Zo herafspelen, nog een keer afspelen. Ja, zodat je kunt kijken wat er gebeurd is. Zo is promotion. Ja, je snapt wat ik bedoel. Oké. Okay, ja, dan noemt dat de reply. Ik weet het echt niet. Ik ben niet goed in Engels, oké. Maar ik ben wel goed in engel zijn. Oké, okay, nee, ik ben geen engel. Ik ben een engel. Engel, engel. Hengel, ik ben een vishengel. Ja, wat, ik ben ook zo krom. Een kromme vishengel, genaamd Jutta. Oké, okay, we zijn gewonnen en ik ben de sterspeler. Eyo. Marshall is check. Oh, ja. Hey. Episch, episch. Ik ben echt teleurgesteld. Oké, okay, we gaan verder met de video. Hoe lang zijn we trouwens al aan het filmen? 8 minuten. Mijn iPad heeft nog 14%. Wauw, Jutta. Zo problematisch. En dus ik denk van, Jutta, heb je nu nog steeds een linie niet? Nee, mijn credits staan echt traag. Oké, okay, we zoeken een map. Met de mutaties aan. En dan nemen we knoekelt. Want Showdown ga ik niet spelen, hè. Showdown ga ik niet spelen, hè. Sorry. Zoje, zoje, zoje. Kijk eens, raad trouwens in de comments wat dit voor een geluid is. De level makkelijk. Ja, dus jullie moeten raden wat dat is. En als je gewoon, ja. Maar ik wil het wel specifiek hebben, nee, natuurlijk. Nee. Nee, ik ging dat met super doen. Oh ja, we hebben ook nog natuurlijk die zieke mutatie van Brok. Maar ja, maar ja. We hebben nog een zieke mutatie van Brok. Van deze Brok. Oké, okay, het is nog die Brok versus de Leon. Die echt heel overpowered is met een mutatie. Hé! Hey! Maar die Brok is ook een beetje overpowered. Waarom doet hij een dansje? Die Brok doet een dansje. Die deed een dansje. Wow, joh, hoe kan die al die dingen laten kaatsen? Al die projectielen. Ja, wat dat noemt projectielen. Wauw, Jutta, je klinkt zo slim. Oké, okay, misschien klink ik slim, maar ik ben het nog steeds niet. Nee, 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 nee. Oké, okay, misschien wel. Waarom ga ik altijd dood door die ambetante drol il primo? Niet Plimo. Plimo. Plumo. El Plumo. Oh, daar is die Rus die al zijn dingen laat kaatsen. El Plumo. Hoe kom ik erop? El Plumo. Nee. Lap. Ik dacht dat die Brok overpowered was. Oké, okay, en... Ja, vandaag heeft hij geen dansje gedaan. Maar het beste is wel dat ik nu mijn super heb, hè. Dus, kom.
Come to me, no rules, in the heat of the night, in the thrill of the fight, I don't even care, that's wrong or right. It's how I live my life. Ja, dank u, nu heb ik mijn super... Nee! El Primo! Waarom haat mij? Die El Primo haat mij, dus echt, hè? Die kilt mij heel tijd. Ja, ik haat die El Primo ook, nu dat hij mij heel tijd kilt. Kijk, die broek gaat weer een dansje doen, hè, als we winnen. Allee, ja, als we überhaupt winnen. Nee, die broek is nog alleen over tegen die Max, die heel erg overpowered is. Met een gebroken hart. Ja, die Max heeft een gebroken hartje in haar naam. Misschien had ze Brawl Stars geïnstalleerd toen het net uit was met haar liefje. En noemt ze daarom, ja, Berat met een gebroken hartje. I don't know. Nee. Oké, misschien wel. Vuur. Yo, ugly. Aardappel. Ja, wat? Ik wist niet wat ik moest zeggen, dus ik zeg maar aardappel. Kom aan. Ja, doe je super. Mot zeg. Ik zeg altijd, als je super doet, moet je hem wel raak doen. Nee, maar die domme brokkie, die nomme... Nomme. Bro gaat dood door in de rook te lopen. Oké, gelukkig heb ik Underdog gekregen. Oké, we gaan ook in mijn Dynamax spelen, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Ik heb een spelen Havier gezien met dynamiek. Ja, vroeger zei ik serieus dynamiek, hè, tegen Dynamike. Ik was een NPC. Oké, ja, vroeger, in september. Dynamiek. Toen ik net Brawl Stars zat. Also, oh nee, er is daar zo'n dynamiek. Die is echt overpowered. Oké, we zeggen eventjes een domme spray. En we gaan hier achter dat muurtje blijven staan om hem er te killen. Pichu! Ben ik de enige die gewoon vindt... Het beste gevoel dat je kunt hebben in Brawl Stars is... denk je, wanneer je als Dynamike een Frank of een Hank aanvalt. Zo'n tank, zo. Want dan kun je zo blijven aanvallen, zo heel tijd. Ja, zo. Oeh. Er was een keer de camion voor de Nederlanders vrachtwagen. En voor de niet-West-Vlamingen. Oké. Okay. De West-Vlamingen begrepen camion, oké. Okay. Er was daar een vrachtwagen buiten. Die keveel lawaai maken, zo dun dun dun. Even veel lawaai als je hoort wanneer ik van de trap val. Dan hoor je serieus ook veel lawaai hoor. Met al dat gewicht ook van mij. Nee. Oeh, ik heb een penny kunnen. Ik heb een penny kunnen killen. Niet kunnen kennen. Kunnen kennen. Het is een sterretjes raar babylachje. Nee. Maar ik heb dat domme kanon gekild in plaats van. In plaats van die Barley heb ik dat domme kanon geraakt. Ja, dat was niet de bedoeling dus. Wow, yo, doe ik 3000 damage? Met mijn super doe ik 3000 damage. Ey, yo. Marshallese Jack. Kent er iemand dan nog van vroeger? En nee, niet Savage Love. De andere. En niet Savage Love. Niet Savage Love. De andere ding zonder tekst. Zo van Savage Love zonder tekst. En geremixed. Kent er iemand dan nog? 2019 vibes. Oké. Okay. Yes, we zijn gewoon met de dynamiek. In plaats van Dynamike. Waarom begin ik weer dynamiek te zeggen? Oké, okay, boeit niet. Zeg een streek. Serieus. Een van mijn vrienden zegt serieus. In plaats van Zegerix, zeg een streek. Zeg een streek. Zeg een streek. Hoe kom je erop? Zeg een streek. Oké, we zijn nou opnieuw begonnen. We zitten met een griff en een enz. Hey, iemand in het andere team noemt Jojo. Jojo Siwa. Jojo. Oké, Jojo Siwa. En er is ook een irritante tik genaamd Jojo Siwa. Die de hele tijd bommen zit te vuren, waardoor dat wij niet eens kunnen leven. Al ja, in tacht, hè. Yes, hij heeft geen mutatie. Oh, wacht, hier zijn de mutaties niet allowed. Als ik dat zo moet zeggen. Als ik niet op een woord kan komen, zeg ik het gewoon in het Engels. Hè. Ik doe dat altijd. Allowed. Mutaties zijn hier niet allowed. Niet toegelaten. In plaats van allowed. Nee. Ik ga Dynamax. Ja, oké. Als we dit verliezen, ga ik gewoon nooit meer met Dynamax spelen. En dat meen ik. Persoonlijk.
ik ben persoonlijk. Oké, nee, ik ben echt niet persoonlijk. Hè. We zitten met iemand genaamd Habito. Ik weet niet hoe dat uitspreekt. Ik kan geen Russisch of zo. Of Oekraïens of weet ik veel wat. Ik heb ooit het Oekraïense alfabet opgeschreven. Maar ik heb dat blaadje niet bij me. En ik ben dat toch al lang kwijt. Slotervos. Ik ben gewoon een echte slotervos. Yes, Jutta heeft die tik eindelijk kunnen kennen. Nee! Eventjes feitje over een kit. Een kit die niet geüpgrade is, met een super, zou zelfs kunnen winnen tegen een Frank met 14 krachtpunten. Dat is wat ik ervan denk. Oké, okay, ja. Ik ga dus nooit meer met Dynamite mogen spelen na vandaag. Want ik zei, als we verliezen, dan ga ik nooit meer met Dynamite spelen. Ja, ik ga dus niet meer met Dynamite mogen spelen. Maar echt, waarom heb ik dat domme tikhoofd gekild? Zo is de bedoeling om die tik zelf te killen en niet die tikhoofd. Ja, moet niet. Nee, dat hoofd komt er weer aan. En met een drolhoofd. 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 Nee, dik hoofd. Ja, oké, okay, we zijn al verloren. Oké, okay, doei Dynamite. Ik ga nooit meer mee spelen. Hihi. Oké, okay, lala hihi. Waarom zeg ik lala hihi? Citrol. En trouwens, raad nog steeds het geluid. Ik ga eventjes een doekje voor de camera doen, zodat jullie niet meer zien wat dat het was. Oei, jullie zien mij nog. Kaka, wacht. Zo. Nu zien jullie mij denk ik niet meer. Ah ja, jawel. Oei, lap. We moeten het zo doen. Ja, zo. Jullie mogen wel nog wat zien, maar gewoon niet te veel. Ja, dat is ook goed. Oké, raad het geluid. Wacht, hé. Oké, 3, 2, 1. Raad het geluid. Oké. Okay. Maar dat valt hier nu weer op, hè. Hij is gevallen voor mij. You're the one that I want. Waarom zit ik daarmee in mijn hoofd? Ik wil iets testen, ik wil iets testen. Jutta, hoeveel keer ga je nu nog zeggen dat je iets wilt testen? Ik wil iets testen. Zeker niet stylish, hè. Hoe zet je je pet zo? Door hem zo te zetten. Oké, vonden jullie deze video leuk? Dan een duimpje omhoog. Genoeg tijd verspeeld. Geschild. Als jullie zelf willen zien. Dat is hoe het er bij mij momenteel uitziet. Een iPad met mijn gezicht erop. Oké, dan zou ik zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, adios. 10%.